Hoi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Je zal misschien denken, het is donker, je opent de vlog nooit in het donker. Dat klopt, ik open het namelijk vandaag al op donderdag en normaal altijd op vrijdag. En dat heeft een goede reden, namelijk... Tadaa! Ik ben er! Rashida is er. Voor de mensen die het niet weten, want misschien zijn er wel mensen die denken, wie is Rashida? Maar Rashida is een vriendin van mij. Ja. Wil je jezelf nog voorstellen? Awkward. Oh, awkward. Kring, kring, kring. Nou ja, wij hebben elkaar leren kennen bij de sportschool waar Marloes werkt. Ja. En daar werkte jij toen ook. Daar werkte ik toen ook. En nu al lang niet meer. Nee. Maar ja. We're still going strong. Still going strong. Ja. Ja. En we gaan vanavond, wat gaan we doen? We gaan naar het theater. Ja, ik heb het in de vorige vlog al een beetje verteld. Ja. We gaan naar Nienke Plas. En dat was al een jaar geleden of zo dat we dit besproken hebben, denk ik. In april was het. Ja, zoiets. Ja. Dus toen hebben we gewoon gekeken van waar komt ze in de buurt. Nou ja, het is iets minder in de buurt geworden. Ja. We zijn in Delfzijl, jongens. Ja. Ja, Delfzijl. Oh ja, iets over mij, daar ben ik geboren. Oh ja, dat was ook wel leuk. We zijn net even langs Rashida's geboortehuis. Ja. Nou, niet geboortehuis, maar waar je je jeugd hebt doorgebracht. Ja. Zijn we net even langs gereden. En nu gaan we wat eten. Het is, hoe laat is het? 6 uur of zo? Ja, 5 over 6. 5 over 6. We gaan nu even wat eten. Ja. En om 7:15 begint de voorstelling. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ook. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Dus, ja. Here we go, we nemen jullie mee. Wij gaan eten. We hebben het idee om alles te gaan delen. We hebben trouwens ook wel een mega bak met frietjes. Meestal krijg je echt zo'n heel klein bakje voor met z'n tweeën. Ja, heel groot en heel veel. Maar we hebben kip en we hebben spare ribs en een salade en frietjes. En dat gaan we dus een beetje delen. Nou, dit jou hoor. Ja, we moeten wel knollen, want anders heb ik iedereen erop. Ach, nee, mij. Privacy, mag niet. Huh? Privacy, privacy, ja. Het gaat beginnen, jongens. We hebben goede plekken. Ja. Eerste rij op het balkon. Dat was zo gezellig. Ik vond het zo leuk om weer even een avond wat te doen met Rashida. Ik heb echt onwijs genoten. Het is inmiddels de volgende ochtend alweer. Ik zit nog lekker lui. Vanaf hier lijk ik wel, zeg maar, decent. Maar ik heb gewoon mijn pyjama broek aan. Ik ga zo een video opnemen en editen als het goed is. De voorstelling vond ik leuk. Ik heb echt gelachen. Maar om heel eerlijk te zijn vind ik Nienke Plas in de vlogs beter uitkomen dan in als cabaretier, zeg maar. Dat zeg ik, ik vond het echt niet leuk hoor. Waarom ben ik weer zo licht? Zo, dat is beter. Ik weet niet, ik kan het ook niet echt uitleggen of zo. Ik vond sommige grapjes een beetje gemaakt lijken. Maar nogmaals, ik heb ook echt wel gelachen. En het lijkt me ook zo moeilijk om zo'n programma in elkaar te zetten. Dus echt respect. Ze heeft gewoon 90 minuten lang, zeg maar, gepraat. En ja, ik vind dat echt onwijs knap. En om mensen zo te vermaken, ja, echt 100% respect. Maar je gaat het gewoon toch vergelijken met, ja, waar ik anders heen zou gaan. Dus bijvoorbeeld Bert Visser of Jochem Meijer. Of zo. En dat, ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet een eerlijke vergelijking. Maar de, ja, dat is dus mijn mening. Maar ik vond het echt, ik heb echt een topavond gehad met Rashida. Video is opgenomen en geëdit. En dat editen duurde weer lang. Maar goed, hij is wel weer leuk geworden, denk ik. Als het goed is heb je die afgelopen maandag kunnen zien. Het is de video waarin ik mijn oude eetdagboeken beoordeel. Ik heb nu een lunch gemaakt, want zover is het dus alweer. Ik heb 2 boterhammen. Volkoren boterhammen met daarop geitenkaas. Maar dat zie je niet, wat ligt eronder. Maar ik heb dat in de pan mee verwarmd. En toen heb ik er rode biet, sla en een beetje honing overheen gedaan. Oh, ik vind deze combinatie zo lekker. Heb ik bier gedronken? Heb ik bier gedronken? Ja. Zeg je dat nou? Ja. Nee, hoe kom je daarbij? Waarom denk je dat? Omdat die oranje-flessen zo vrij in lag. Omdat die oranjeflessen vrij in lag. Ja, die lag op het bier. Ja, ik heb de hele middag bier liggen ruimen. Ja. Nee. Het is inmiddels 1:05 uur. Sven is thuis. En nu gaan wij sporten. Ik vind het dan lekkerder om eerst te sporten. En daarna gewoon thuis te zijn. Want ik weet, als ik eerst ga eten en dan op de bank plof, dan komt er helemaal niks meer van. Heb je zin om te sporten? Nog niet. Nog niet? Dat is wel een eerlijk antwoord. Ik ook niet. Wat goed dat we dan wel gaan. Ja, new and improved sushi and Svenny. Ja, Ik was even, ik dacht misschien zegt wel, oh dan gaan we niet. Nee, we gaan wel. Kom op, we gaan wel. Als jij nu twijfelt of je gaat sporten, ook gaan. Want wij gaan ook. Wij zijn eigenlijk best wel heel erg trots op onszelf dat we gewoon gesport hebben, toch? En nu hebben we eten. We hebben eten wel een beetje weer altijd op de bank. Ja, moeten we eigenlijk weer vanaf. Hè? Ja, we waren zo goed aan tafel aan het eten en dat hebben we echt al heel lang niet gedaan. Maar ja, nu even niet. En nu hebben we overschotel met broccoli en ik kom niet uit mijn woorden en aardappeltjes en gehakt. Ik heb net de eerste kerstfilm weer gekeken die nieuw is op Netflix. A Night Before Christmas heet die. Ik vond hem zo leuk. Ik hou echt van zulke films. En Sven die zegt dat hij niet mee heeft gekeken, maar hij heeft wel meegekeken. Toch? Sven? Een beetje. Een beetje? We gaan nu de kaarsjes uitblazen en lekker naar bed. Ik vond hem echt leuk. Als je van die veel te foute, cheesy kerstfilms houdt, dan moet je deze zeker kijken. A Night Before Christmas. Hij staat echt net op Netflix. Dus niet gesponsord, maar ik vind het gewoon heel leuk. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend, 9:05. En ik ben mijn bed uit. Sven is naar zijn werk. En ik wilde eerst gaan hardlopen, maar mijn hele lichaam doet weer een beetje... Nou, het voelt alsof ik... al genoeg gesport heb. Dus ik denk dat ik even ga wandelen. Het is op zich best wel mooi weer. Dus dat vind ik wel lekker. Ik word wakker. Ik kom net beneden. En toen zie ik dus dit. Thank you, Mr. Bird. Echt. Oh. Toch maar de ramen wassen dan. Wat vinden jullie? Molly en Maukie. Is toch niet leuk van de vogel? Nee, hè? Ik was dus van plan om echt heel veel leuke sfeershots en zo te maken tijdens het wandelen. Maar ik heb er gewoon helemaal niet aan gedacht. En op zich is dat wel een goed teken. Dat ik echt gewoon even mijn hoofd kennelijk leeg had. Ik ben inmiddels weer thuis. Het was super lekker. Ik heb er echt van genoten. Even frisse lucht. Het is wel koud hoor. Maar dat is juist wel soms even lekker. Nu heb ik ontbijt gemaakt. Bosbessen met kwark en... zo, cacaonips, amandelen en... kaneel. En ik heb er een grote kop verse gemberthee bij. De katten die gaan lekker buiten spelen. Al staan ze hier nog een beetje vertwijfelend zo van gaan we inderdaad buiten spelen. Of willen we weer naar binnen. Maar dat merken we zo wel. En ik ga zo even douchen. Dan wil ik eigenlijk nog even een video opnemen. En dan ga ik lunchen met Ati, een vriendin van mij. Dus dat is super gezellig. Zo, alles gered. Video is opgenomen. Helemaal blij mee. En nu ga ik dus gezellig lunchen met Ati. Nou, we hadden allebei heel veel honger. Dus zij gaan voor een club sandwich. Ik voor met vis. En Ati voor de BLT. Eet smakelijk! Ik ben alweer even thuis jongens. En ik heb zitten lezen. En nu heb ik gekookt. Ik heb wraps gemaakt. Ziet er lekker uit, toch? Heel lekker. Heel lekker, hè? Heb jij lekker gewerkt? Heel lekker. Mooi. Sven neemt altijd 3 wraps trouwens en dan 3 kleintjes. En ik heb altijd een mega wrap die super gevuld is. Alleen die krijg ik dan nooit op het bord. Daar moet ik bij helpen. Ik moet het nog kunnen. Kijk eens. Oh jee, dit gaat op de vlog hè? Dus voel je de druk? Ja, nee, dat valt wel mee, maar... Ik zou die andere kant losmaken. Ja. Ja. Ja, maar hier zit hij ook nog vast. Ja, van deze kant eronder. Goeie tips, hè? Ja, dank je. Daar komt hij, daar komt hij. Ja! Zo, dat is de eerste keer. Niet, ik doe het altijd zo goed. We zijn Temptation Island USA aan het kijken en Molly en Maukie krijgen altijd om ongeveer 9 uur eten. En het is nu 8:45. En dan worden we dus de hele tijd aangestaard. Of we al eten gaan halen. Wat doe je? Heb je zoveel honger? Hm? Zoveel honger. Goedemorgen, het is zondagochtend 20:40. Ja, je hoort het goed, 20:40. We hebben namelijk al gesport. En even een heel random feitje. Ik kom erachter dat ik aan deze kant oorbellen heb ingedaan. Maar aan deze kant niet. Ik was echt lekker wakker vanmorgen. Maar goed, ja, we hebben dus al gesport. Het is niet jouw beste ochtend tegenwoordig. Nee, zondag inderdaad moet ik altijd een beetje opstarten. Maar ik heb een ontbijtje gemaakt. We zijn dus lekker aan het knuffelen met Maukie. En zo gaat onze zondagochtend lekker beginnen. Molly en Maukie hebben wat nieuws. Dan willen ze heel graag naar buiten en dan gaan ze daar zitten met z'n tweeën. Jut en Jul, hoor. Zo kan je best wel goed zien dat het zusjes zijn, vind ik. Ze lijken echt gewoon op elkaar. Ze hebben alleen een totaal andere kleur. Ja, dat zit je dan in, Maukie. Nou, lekker buiten. Wij zijn opgefrist en omgekleed en we hebben nu bedacht dat we eventjes de stad ingaan. Gewoon voor de gezelligheid. Sven moet nieuwe sokken, ook niet onbelangrijk. En ik wil even een topcoat voor mijn nagellak. Ik heb trouwens mijn nagels weer eens zwart gelakt, vond ik weer eens leuk. Maar mijn topcoat is op, dus die wil ik even halen. En we gaan waarschijnlijk even ergens wat eten of zo. Of gewoon even gezellig de stad in. Kerstspullen kijken bij de Primark. Ik wil echt alles. Dit is wel handig voor de onderkant van onze boom. Ja. De kerst- of de anti-kiddie-proof ballen. Ja. Dit is echt te erg. Ik heb nog niet eens een boom, maar we hebben al wel decorations. Vind je die leuk? Ja. Wat is het? Het is een panda. Een ijsbeer. Een panda, ja hoor. Maar het is geen spaarpot of zo. Nee. Oh, deze ballen zijn ook leuk. Oh, zo cute. Zo leuk hè, met al de kerstversiering alweer. Are you excited? Yes. Sven verwendt zichzelf met Rituals producten. Ik heb dat ook altijd. En nu zei hij van, ik wil ook wel een keer. Dames en heren, een hele kerstwinkel. Ik denk dat Sven echt niet kan wachten op dit. Ik wil echt alles. Wat ga je ophangen? Waarom? Oh ja, daarboven. Maar dan hangt hij denk ik te hoog. Hij loopt wel voorop, jongens. We hebben ook nog een tweede verdieping. We zijn weer thuis en ik laat even zien wat we gekocht hebben. Onder andere heb ik een pokeball meegenomen uit de stad. Echt, daar heb ik zoveel zin in. Dus die ga ik zo lekker opeten. Ja, dat is het enige trouwens wat ik wel mis aan de stad. Is dat je daar gewoon alles kan bestellen wat je wilt. En of alles kan afhalen wat je wilt. En dat kan hier in het dorp waar wij wonen niet. Dus om dan een pokeball mee te nemen vond ik echt wel echt een heel goed idee van mezelf. Dan de rest wat ik heb gekocht, jongens. Mijn probiotica, die waren weer 2 voor de Oh, ik heb twee voor de prijs van één. En één potje is iets van €18 of zo. Dus nu heb ik er twee voor €18. Verder heb ik nog een geur gekocht. Zo, sorry hoor. Die was bij Kruidvat €13,99 voor 75 milliliter. En Guess Seductive vind ik echt een hele lekkere geur. En zoals ik laatst al vertelde, vind ik het best wel lastig om parfum te kopen, omdat het gewoon duur is. Dus dit was niet duur. Verder ging ik nog voor een topcoat. Daar heb ik deze super dry gloss topcoat voor gekocht van Patrice. En het tweede lakje was 70% korting als je er eentje kocht. Dus dan heb ik deze ook met glittertjes. Ik dacht dat het sowieso wel leuk voor kerst. Dus die heb ik gekocht. Verder heeft Sven sokken gekocht bij Hema. En dus die Rituals dingen. Zo, ik blijf lekker doorhikken hoor. Een douchegel en een badfoam. En ik heb nog sokken gekocht bij Primark. Ik wilde eerst gewoon lange zwarte sokken kopen. Maar toen zag ik deze met die glitters en toen was ik verkocht. En dat is het. Een beetje dus dingen die we nodig hadden. Oh ja, en natuurlijk nog die decoratiedingetjes van de Primark. En vaste zondagavond ritueel. We kijken Expeditie Robinson. Ja. Voor wie ben jij nu? We waren allebei een beetje voor Tim. Ik ben eigenlijk voor niemand. Ik ben wel tegen mensen. Ja, tegen wie ben je? Marianne, die vind ik zo irritant. Maar wel knap dat wat ze doet trouwens. Want ja. Ze heeft letterlijk... Ik heb het letterlijk gewoon überhaupt nog niet zien bewegen bij een proef. Nee, ze doet het wel echt goed hoor. Je kan zeggen wat je wil, maar ze doet het wel echt goed. Maar Tim was wel koning. Ja, ik denk dat ik nu dan voor Yvette ben. Ja, ik denk het zelf ook wel. Ja hè? Ja. Oké, team Yvette hier. Ja. Het is tijd om lekker te gaan slapen. En ik heb mijn make-up er al afgehaald. Dat doe ik altijd... Of dat doe ik vaker in de reclame, want ik vind het dan lekker. Ik heb er altijd zo'n hekel aan als je dan boven komt en naar bed wil. En je moet nog je make-up afhalen en alles. Ja, dat zijn echt de ergste problemen die ik nu heb, dames en heren. Wat ik jullie nog niet verteld heb, waar ik wel heel veel vraagjes over kreeg, is dat ik erover denk om weer vlogmas te gaan doen. En dat betekent dat ik iedere dag ga filmen in december. Dat betekent, dat wordt niet heel erg anders dan dat ik nu doe, want ik vlog nu ook bijna iedere dag. Maar bijvoorbeeld donderdagen zien jullie eigenlijk nooit. Dus het leek me wel leuk om iets meer vlogjes te plaatsen in december. Om toch een soort van vlogmas weer te doen. Omdat jullie dat altijd heel erg leuk vinden. En ik vind dat ook altijd heel erg leuk. Elke dag vloggen. Ja, ik zou het wel willen. Maar er gebeurt gewoon in mijn leven niet elke dag zoveel dat ik er een hele vlog van kan maken. Op sommige dagen zie ik letterlijk alleen maar cliënten. En ik denk niet dat jullie daar vrolijk van worden als ik dat zeg maar dan als enige materiaal upload. Dus ik dacht zelf aan 3 vlogs per week in plaats van 2 wat we nu hebben. Nu komen er op woensdag... Op woensdag, sorry jongens. Op woensdag en op vrijdag komen er vlogs. En dan denk ik erover om op zondag er ook eentje te plaatsen. Dus dan heb je zondag, woensdag en vrijdag vlogs. Op de andere dagen komen dan artikelen. Nee, en maandag komt dan een video. Dus zeg maar dan 3. Nou ja... Je snapt het ongeveer, hoop ik. Dus dat is een beetje mijn idee. Lijkt je dat leuk? Ik zal even een polletje doen. Lijkt je vlogmas leuk? Of zeg je van, nou, dat hoeft niet zo van mij. Je mag eerlijk zijn. Dan natuurlijk heb ik ook weer op Instagram gekeken wat jullie gedeeld hebben met hashtag OptimaVita. Of waarin jullie me getagd hebben, @OptimaVita. Deze moest ik gewoon delen, want ik heb hem echt ook aan Sven laten zien. Ik vond deze zo geniaal. Van Garfield. N.Rosso, dat is een kanaal van Poezen. Met mijn Instagram-account voor Molly en Maukie volg ik die ook volgens mij. En dan zie je dus, ik denk dat dit Garfield is. Sven en OptimaVita leren me hoe ik een slanke kater kan blijven. En hij zit ook echt zo te kijken van... Ik vond hem echt zo geniaal, dit beeld. Oh ja... Geniaal. En een hele toffe foto van Talia Kuiper. Zij heeft het boomkroonpad cross gedaan in Drouwen. En dat ziet er echt heel cool uit. En ook een hele toffe foto. Dus die wilde ik zeker ook even met jullie delen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Sowieso dank jullie wel voor alles wat jullie gedeeld hebben met hashtag OptimaVita. Of waarin jullie me getagd hebben. Ik wens je een hele fijne dag verder. Ik zie je heel graag in de volgende vlog. Heeft Sven nog wat toe te voegen? Toedels! Dat dacht ik al. Toedels. Ik hou vast. Hou je vast aan je toedels? Oké, dan gaan we zo. Toedels.